Samen voor de Voedselbank. Wij hebben een kerstmarkt georganiseerd en de kinderen hebben allemaal iets geknutseld. En eigen werkjes. Allemaal eigen werkjes en die worden verkocht. Dat is allemaal een vrije gift. En dat geld wordt dan voor een gedeelte geschonken aan de voedselbank. De kinderen hebben allemaal voedsel ingezameld voor de voedselbank. Wij hebben geflyerd hier in de wijk. En de mensen in de wijk die kunnen dan vandaag op gezette tijden kunnen ze hun spulletjes en producten brengen. Waarom doen jullie mee met de voedselbankactie? Omdat wij ook wel zien dat er kinderen zijn die 's morgens op school komen en misschien eens een keertje geen ontbijt hebben gehad. En wij vinden dat heel belangrijk. Daarom eigenlijk. Hè? Het is gewoon heel belangrijk om een goed ontbijt te hebben. En er zijn genoeg mensen die gewoon 's morgens geen eten hebben. En die hebben het nodig. En zeker voor kerst. Wat vind je van de actie Samen voor de Voedselbank? Leuk. Waarom vind je hem leuk? Omdat het leuk is. Ja, ik vind het wel leuk voor anderen, want die kunnen dan ook kerst vieren. Je hebt geknutseld. Ja. Wat heb je geknutseld? Dat weet ik niet meer. Zo'n plankje. Of iets. En wat gaat er nu met dat plankje gebeuren dan? Nou, dan kunnen we dat verkopen bij school. En dan de helft gaat naar de voedselbank van het geld en de helft gaat naar de school. En hoeveel geld wil je ophalen? 50. 100.